tegen de zon in. In de polder, weer in de polder. Terug in de polder. En terug uit Oostenrijk. Nou, ik had er al eerder kunnen lopen, maar altijd als ik terugkom van Oostenrijk, dan, ja, dan is er wat aan de hand. En dan zijn mijn resultaten slecht. Dus dan loop ik wat minder. Ik heb nog een 10 kilometer, die liep ik ook helemaal verschrikkelijk. 10 kilometer wedstrijd op vrijdagavond. Ik heb nog niet eens gelogd. Maar goed, ik ben hier om mijn full review te doen van de Speed Goat Evo. Want inmiddels heb ik alles met die schoen gedaan wat je ermee moet doen, waar die voor gemaakt is. Trailrunnen in de bergen. Het echte trailrunnen, zoals ze dat noemen, ben ik niet helemaal mee eens natuurlijk, want in de polder is ook echt trailrunnen. Maar ja goed, hij is ervoor gemaakt, hè? Want die zool, die heeft nogal veel demping. En die demping heb je vooral nodig als je hard naar beneden wil, is mijn ervaring. En nou, als je dan wil racen, dan zou ik deze nemen. Dat was vorige keer mijn eerste impressie. Waarom? Hij is heel licht. Heel stuk lichter dan de Speed Goat 3, die ik ook heb. En, maar goed, ik heb er dus nu zeker meer dan 50 kilometer opgelopen. Ik heb er behoorlijk veel meegelopen in de bergen. En daar heb ik alles gedaan wat je in de berg tegenkomt. Technisch, heel technisch. Gewone paadjes, veel downhill, veel uphill. En dus ik kan nu zeggen wat ik ervan vind. Ik weet wat ik eraan heb. Ik heb een eindoordeel. Nou, ik vind het nog steeds een hele goede schoen. Het is gewoon de Speed Goat 3. Maar dan lichter en dat is gewoon heel fijn. Zoveel lichter, dat voelt fijn. Hij voelt echt, echt snel. Die pasvorm is goed. Als je een smalle voet hebt, dan is dit sowieso een geweldige schoen. Ik denk dat als je een iets bredere voet hebt, gaat het ook wel. Als je een echt brede voet hebt, zou ik zeggen, neem de Mafate. Ik weet niet of die Mafate Evo, ik heb die eigenlijk nooit. Maar ach ja, je kunt ook nog naar andere Amerikaanse merken met die hele brede pasvorm. En ik zou zeggen, die een brede voet, zoek het lekker uit. Maar als je een smalle voet hebt, is dit wel echt een goede schoen. Mijn eerste indruk was dat hij toch redelijk stug was. Ik had het gevoel dat hij best wel stug was. Daarin ben ik van mening veranderd. Na een intensief gebruik in de bergen kan ik wel zeggen dat dit materiaal van de upper is zeker niet stug. En er zit wel een nadeel aan, want je mist een behoorlijke berg ondersteuning, omdat dit een single mesh Matrix upper, dat is gewoon wat slapper en dat biedt gewoon minder ondersteuning voor als je op een steen stapt of een schuine helling hebt, dan ga je gewoon een beetje glijden in die schoen. Dan gaat je voet echt een behoorlijk end opzij en dat voelt heel onprettig. Dat ga je merken als het echt technisch wordt in de bergen. Dus technisch, daar bedoel ik dan mee veel rots, veel grote stenen waar je opstapt, waar je net naast kan stappen. Schuine stukken, dus als er geen trail is. Dus dat je, als je echt op een schuine berg belandt, dus zo moet lopen, ja, dat heb ik ook gedaan, ik was de weg kwijt. Dan gaat deze schoen echt irriteren zelfs. Ik heb
Ik heb me heel onzeker gevoeld toen. Dus ik hunkerde naar de Speed Goat 3. En nou dacht ik ook, ja, waarom heb ik die ook eigenlijk niet aangetrokken? Nou, eigenlijk een beetje voor de review, want ik weet nu dat dit de schoen daar niet voor is. Als het allemaal heel technisch wordt en hard omhoog gaat en hard omlaag, dan is het helemaal niet zo erg om wat zwaardere schoen te hebben. Dus dan zou ik zeggen, neem lekker de Speed Goat 3 of een andere zwaardere schoen. Want je mist gewoon, hier zit bij de Speed Goat 3, zit dan zo'n lang stuk, nou dit zeg maar, dit speel loopt door. En hier zitten van die banden. En ja, dat maakt die hele upper gewoon een heel stuk steviger. En dan zorgt echt die hele schoen ervoor dat je gewoon niet opzij schuift. Nou, je ziet hier al, dit gaat hier alle kanten uit. En dus ja, dat is een nadeel. Ik zoek altijd naar de perfecte schoen waar je alles mee kan. Nou, goed, die bestaat dus niet. Ik dacht even, misschien zit hem wel. Maar nee, dit is zeker niet een schoen waar je alles mee kan. Het is een hele lichte schoen voor de hoeveelheid damping die je krijgt. Dus relatief gezien, het is een schoen met ontzettend veel grip, die Vibram. Dat is ook heel erg fijn, gecombineerd met de lichtheid ervan. En dat vind je niet zo snel, dus daarom is die gewoon fantastisch. Maar ga je echt technische stukken tegemoet, laat hem dan lekker in de kast liggen en pak gewoon een zwaardere. Ik doe dat dan in ieder geval met de Speed Goat 3. Die geeft me gewoon heel veel meer zekerheid. Dus als je echt wil racen, dan kan je altijd nog overwegen. Als je echt heel veel sneller wil zijn, of het misschien toch net op deze kan. Nou ja, hoe dan ook. Ik heb geweldige loopjes gedaan. Ik denk dat ik bij elkaar iets van 4000 hoogtemeters heb gelopen de hele week. En het ongeveer gelijk naar beneden. Papi is weer terug. Hè? Papi is een beetje uit Leijzoeren geweest, hè? Ja. Papi is al 11. Oh, de oud. Een beetje mank geweest. En nu is hij weer terug en dan gaan we meteen weer 10 kilometer hardlopen. Maar vandaag een crossfit loopje. Dus niet inspannend. Even lekker in de zon. Dan heb ik nog een marathon in oktober. De marathon van Amsterdam. Eén tip. Ga niet in de bergen helemaal los. Want je bent een week lang naar de kloten. En voordat je weer een normale training kan oppakken, ben je dus een week verder. Loop ook niet meteen na zo'n week Oostenrijk een 10 kilometer wedstrijd. Ook dat is zeer onverstandig. Ik heb het gevoel dat ik alles kapot gelopen heb. Dat idee. Dus pijn aan mijn kuiten, overal heel veel spierpijn. En dat gaat natuurlijk ook weer een paar dagen duren voordat het weg is. Dus dat scheelt ook weer training. Volgende week een update daarover. Ik hoop dat ik dan van mijn spierpijn af ben. Oh ja, volgende week heb ik een 10 kilometer wedstrijd met de poldertrailers, tenminste een aantal ervan. Ook leuk. Volgens mij zijn het er 2 die zich nu in hebben geschreven. Gaan we lopen met z'n 3 en ik hoop dat er nog meer. Dus poldertrailers met Douglas Ota in de buurt van Schoonhoven gaan we een 10 kilometer wedstrijdje lopen. Iedereen zijn eigen snelheid. Heel goed idee. Goed voor de snelheid. En dat is volgende week. Misschien ga ik dat wel filmen. Okay, was het nou op zondag? Ja, het is op zondag geloof ik. De 15e. Dus tot volgende week.